Dat is een hele goede vraag. Ik zal daar een antwoord op proberen te geven, maar dan heb ik een paar uren voor nodig. Maar eigenlijk is het zo dat God heeft mij geroepen om hier naartoe te komen. Nou, ik ben eigenlijk al sinds 1995 betrokken bij Messiaans Joods werk in Oost-Europa. En sinds anderhalf jaar zijn we nu bezig om in Israël ook iets te organiseren. En dat gaat heel erg goed. Nou, momenteel zijn we bezig met een netwerk op te zetten om distributie van goederen te doen. En we hebben wat problemen met de autoriteiten op wat betreft de inklaring van de goederen. Dat is nogal niet eenvoudig hier in Israël. Maar we proberen vol te houden en uiteindelijk deze muur te breken. En als we die gebroken hebben, dan kunnen we ontzettend veel kunnen we gaan doen. En we zijn er bijna. Ja, er zijn heel veel problemen, met name de problemen met de goederengoedkeuring. Voor ieder product wat we het land in willen brengen, moet gekeurd worden door de autoriteiten. En dat duurt nogal lang. En dat betekent dat we dus per product moeten met de autoriteiten moeten overleggen of het wel of niet het land in mag. En dat houdt dus in dat we een container soms wel 3-4 maanden in een haven hebben staan voordat die daadwerkelijk wordt vrijgegeven. Very warm. Heel erg warm. Ja, het was heel, gewoon heel erg bemoedigend. En dan krijg je... je gaat eigenlijk begrijpen waarom God je groep heeft voor een bepaalde taak. Dus voor mij is het een opdracht in mijn leven om deze mensen in de laatste dagen van hun leven te helpen met een menswaardig bestaan. Dat is wat heel veel mensen denken. Maar als je hier een tijdje rondloopt, dan weet je wel beter. Er zijn hier ongeveer 1,5 miljoen mensen die onder de povertylijn zitten. Ik denk dat er wel wat zal veranderen. Het is met name de liefde die we willen overbrengen. Daar gaat het om. De liefde van God die wij zelf ontvangen hebben en mogen doorgeven aan mensen om ons heen. We preken niet door te spreken, maar we preken door daden.